Vandaag zijn we in Almere, eigenlijk een soort van thuiswedstrijd. En we gaan hier met deze jerrycan zeulen, 15 kilo zit erin, om te kijken hoe het nou is als je een heel stuk moet lopen met een zware jerrycan vol water. Wilt u een stukje lopen met deze jerrycan? Ja hoor. Ja? Ja. Okay. Waar naartoe? We moeten oversteken. Ben jij een sterke jongen? Ja. Wil je me helpen? Nu. Ja? Een jerrycan naar de overkant. Deze blauwe, ja. Ja, waar moet hij naartoe? Wat krijg je? Erkenning. Een paar meters is oké, maar de afstanden die zij doen, dat is geen doel. Ja. Dan zijn nog krullen. Ja, nog even vaker omhoog. Ja. Er komen weer allemaal trucjes gedaan hier. Ja. Zullen we doen met een challenge? Welke challenge? Dat u een stukje gaat lopen of achter op de fiets, mag ook. Met deze jerrycan, hij zit vol met water. Nee, mijn rug gaat er niet aan. En achter op de fiets? Ook niet. Nee. Moet u wel eens een stukje lopen voor water? Nee, want ik heb water genoeg in mijn huis. Ja. En hoe vindt u dat sommige mensen echt kilometers moeten lopen voor water? Dat vind ik wel erg. Wanneer was de laatste keer dat u dorst had? Vanmorgen vroeg. Want ik slaap altijd met mijn mond open, dan krijg je vanzelf wel dorst. Oh. Een stukje naar die vlaggenmast. Ja. Hoe voelt dat? Ja, behoorlijk. Ja, het is zwaar, hè? Ja, zeker. Want hoe ver moet je zelf lopen voor water? Ja, nee, ik hoef niet ver te lopen, want ik betaal mijn water en ik doe de kraan open en ik kan water drinken. Ja. Dus. Ik ga even smokkelen, want het is echt heel zwaar. Oh. Wow, oh, nou ja, kan wel. Kanonne, ik weet niet of je het weet hoor, dat is wel heel zwaar, hè, voor een oud wijf. Oh, sorry. En wat als je nog 7 kilometer moest lopen? Nou, dat had ik niet gedaan. Dat trek ik niet. Wat als je 7 kilometer zou moeten lopen? 7 kilometer zou wel heel erg lang duren. Dus ik denk niet dat ik het vol zou houden. Is het te doen? Ja. Maar ik breng hem niet terug. Nee, dat hoeft niet. Maar wel zwaar, hè? Ja, valt wel mee hoor. Mag ik een stukje met u mee? Voor haar wel. Ja? Past dat ergens? Stukje meenemen? Nee, dat helemaal niet. Oké. Okay. Nou, we moeten naar de Febo, dat is daar. Oh, je gaat lekker wat bij de Febo eten. Nee, dat niet. Dan gaan we weer naar de volgende mensen. Oh, oké. Okay. Ja? Nou, als je dat zo moet tillen, dat... Wel? Nee, het is echt heel zwaar. Ja, ik wil net zeggen. Hij is 15 kilo. Nou, dat til ik niet meer. Nee. Er zijn dus mensen die 7 kilometer moeten lopen voor water. Dat is best ver. Ja. Terwijl als kleine kinderen zijn, denk ik. Nou, heb ik nou mijn best gedaan voor jullie? Bij de Febo kan je meteen wat eten. Zo zwaar. Deze week komen we in actie voor schoon drinkwater. Jij kan daarbij helpen door te doneren voor schoon drinkwater. Ga naar dorks.nl/geefvoorwater en doe een donatie.